Op Instagram deelde Jade Anna van Vliet deze week in samenwerking met een lingeriemerk een opvallende video. In de video toont ze verschillende lingerie-setjes, waarbij alles wat ze draagt doorschijnend is. Veel volgers zijn dan ook erg kritisch in de reacties onder de video. Hoe kun je jezelf zo voor schut zetten? Niemand hoeft die kleine voorgevel te zien. Anderen zijn van mening dat zo'n video niet thuis hoort op Instagram. Dit is precies wat meiden op exclusieve platformen plaatsen, en jij doet dit zomaar op je openbare Instagram. Toch zijn er ook meisjes die het voor Jade opnemen. Deze haatreacties? Te grappig gewoon. Die girl straalt letterlijk. En een gezonde jonge meid met een prachtig lijf in lingerie en gelijk gaat het weer los in de comments. Meid, je ziet er prachtig uit. Ook werden de verwachtingen van Kenneth Taylor hoger. Taylor 3 goals volgende wedstrijd en Kenneth gaat zijn stinkende best doen tegen Aston Villa. Waar Jade eerst nog erg bijgelovig was, schijnt dit de laatste weken te zijn veranderd. Ik weet nog niet welke outfit ik moet aandoen en ik heb dus een soort van tik dat ik altijd naar een wedstrijd van Ajax, rood aan wil. Ik heb het gevoel dat dit geluk geeft. Verklaar me maar voor gek, aldus Jade in een TikTok-video van slechts een maand geleden. Kennelijk is ze afgestapt van haar rode kleding en is ze overgestapt op de rode nagellak. De nagellak werkt in ieder geval wel, Ajax speelt namelijk aanzienlijk beter sinds ze gestopt is met de rode kleding.